Yo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag heb ik een leuke vraag, want die vraag die kwam van een lid hier. Dat lid, dat is een man. En die leek het dus leuk om een maatje mee te nemen. Dat gebeurt wel eens vaker. Dan zeggen ze, hey, ik train met Raymond, gezellig, is effectief. Mag ik iemand meenemen? Hey, geen probleem, neem iemand vooral mee. Dus ik doe zo'n eerste training, kijk een beetje wat dat maatje van hem kan. En dan begin ik met niet al te moeilijke oefeningen, omdat die les gewoon lekker vloeiend moet lopen. Nou, leuk en aardig. De week daarna kwam hij terug. En die kwam 1-op-1 trainen, wat hij altijd al doet. Halverwege de les vraag ik van, hey, hoe voor het gaan met je maatje? Ik zal even zijn naam niet noemen, maar ik noem hem voor het gemak even Mark. Van, hey, hoe voor het gaan met je maatje Mark? Als ja, zeg ik, vond het goed, was lekker, alleen... Hoe kan het dat hij sterker is bij deze oefening? Hoe kan het dat hij sterker is bij die oefening? Ik train er al een half jaar. Of iets langer dan een half jaar. En ja, hij gaat me voorbij met sommige oefeningen. En dat is iets wat vaker gebeurt. En ik zei tegen hem, luister. Hij is niet sterker dan jou. Hij traint anders dan jou. En dat dit nogal een vaag introotje is voor een videootje. Laat ik zo wat oefeningen, een oefening laat ik zien om dit punt helder te maken. Wat ik wil laten zien is als wij Raymond A hebben en we hebben daarnaast Raymond B en die zijn exact hetzelfde. Waarom lijkt Raymond A dan sterker dan Raymond B? Dat is iets wat ik in de sportschool ook heel veel zie. Ik wil dus niet het hier niet hebben over mensen die van nature gewoon wat sterker zijn. Die zijn er natuurlijk altijd. Je hebt altijd mensen die van nature sterker zijn. Maar ik wil laten zien dat er verschil zit in oefeningen en hoe je oefeningen doet. Dat is de kern van deze video. We gaan zo'n oefening voordoen. Om te laten zien waarom die vriend, Mark zal ik hem even noemen, sterker lijkt dan het lid wat hier al sport, ga ik een cable tricep pushdown doen. Deze oefening, die hebben we allemaal wel eens een keer gedaan. De meeste mensen die net beginnen met trainen, zoals Mark, die voeren deze oefening vaak zo uit. En op zich is daar niets mis mee, maar het kan altijd wel beter. Je ziet hier dat mijn ellebogen niet op dezelfde plek blijven. Ook maak ik maar een korte herhaling en mijn bovenrug en schouderbladen die zijn niet aangespannen. En daarbij laat ik ook nog eens het touw te snel en te hoog terugschieten. Zoals je ziet zijn er niet per se hele grote en schadelijke fouten. Het is meer een andere manier van een oefening uitvoeren. Natuurlijk worden de triceps aangespannen en natuurlijk zullen ze groeien op die manier. Alleen... Als ik een lid heb wat hier al lid is, die begrijpt. Oké, ik trek mijn schouders naar achter, naar beneden. Ik hou die bovenrug hou ik onder spanning. Ik leun een klein beetje naar voren. Ik hou die ellebogen in mijn zij. En ik hou dus heel die borstregio. Dit houd ik al onder spanning en dan begin ik. Dus ik laat niet mijn ellebogen optrekken. Daarbij maak ik ook nog eens een keer lange herhalingen. We willen die pinken helemaal naar het plafond doen. Al met al, iemand die dus al wat langer lid is hier en iemand die al wat langer traint, zoals waarschijnlijk jij, die snapt gewoon beter hoe je een oefening uit moet voeren, hoe je harder kan squeezen, hoe je harder kan knijpen in de desbetreffende spiergroep. En het gaat niet alleen om die tricep, het gaat niet alleen om die spiergroep. Je begrijpt hoe je heel je lichaam onder spanning kan houden. En om dat nog duidelijker te maken, ga ik twee video's naast elkaar laten zien nu. Bij het ene beeld voer ik oefening zwaarder en minder beheerst en minder aangespannen uit. En bij het andere beeld zal ik hem correct uitvoeren. Zoals ik zeg, bij het correcte beeld zijn mijn schouderbladen een beetje naar elkaar toe getrokken. En hou ik mijn borst groot. Mijn schouders blijven ook laag. Plus, ik span mijn nek niet al te hard aan. Ik maak complete lange herhalingen met mijn handen naast mijn lichaam. Pinken naar het plafond. Ellebogen blijven op dezelfde plek. Ik hou continu spanning in mijn complete lichaam. Van mijn handen, onderarmen, bovenarmen, bovenlichaam, etc. Als we dit vergelijken met het beeld daarnaast, zie je dat die houding veel en veel slechter is. Al met al zal dus iemand die wat gevorderder is, al wat langer traint en begrijpt hoe je de oefeningen moet doen, die zal dus met een lichter gewicht veel meer resultaat halen. Omdat hij begrijpt dat het niet alleen... Ja, natuurlijk is het een isolatieoefening, maar het gaat niet alleen om dat ene stukje lichaam. Het gaat niet alleen om die drie tricephoofden. Dus de volgende keer dat jullie iemand in een sportschool cable pushdowns zien doen met 50 kilo die zo staat te janken op dat ding, dan denk je hopelijk na van...
Gast, wat ben je aan het doen? In de tijd dat hij 6 oefeningen aan het doen is voor alle verschillende spiergroepen, weet jij dat als je wat kilo's minder pakt en je de houding perfect hebt, je in 10 minuten klaar bent met evenveel spiergroepen als die desbetreffende man naast je. Voor dit interessante video, neem eens een kijkje op mijn kanaal, dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.